Ja, trainer Sander Pol. Ik zat net met Bram, aanvoerder Bram van Bessen erover. Ja, het was vandaag gewoon. Ik gevoel had dat de wedstrijd beslist werd, omdat hun. Zeker de eerste helft gewoon iets gretiger waren en daardoor slimmer waren en op voorsprong uiteindelijk kwamen. Dat daar het misschien net niet was vandaag, of had jij het nog het gevoel van we hebben onszelf op andere vlakken tekort gedaan? Want je was heel dichtbij, maar uiteindelijk denk ik wel dat Neo, ja, op basis van hun felheid misschien wel het terechte winnaar is. Ja, we hebben vandaag tekort gedaan in balbezit. Het was gewoon veel te slordig. We hadden veel te veel balverlies, waardoor je eigenlijk de tegenstander de kans biedt om die ruimte in te lopen en die ruimte te geven. Ja, en daarom, dat is eigenlijk het scenario wat we continu bespreken, dat het voetballen beter moet. En dan hoop je natuurlijk in dit soort wedstrijden dat we in balbezit al meer kunnen brengen. Dat doe je niet. Dan kom je uiteindelijk in heel veel situaties terecht waar je niet in wil komen. Breedte ballen die worden onderschept. En dan lijkt het soms alsof we dan niet willen of zo, hè, dat er geen gretigheid is of wat dan ook. Maar het komt gewoon omdat je de inspelpas niet goed is. Dat je uiteindelijk niet goed staat. Dat je uiteindelijk de dingen doet die je normaal wel doet, niet doet. En dat klinkt allemaal heel onduidelijk. Maar uiteindelijk draait het erom dat je in balbezit gewoon veel te slordig bent geweest. Ja, want in die zin, als je kijkt naar het hele seizoen. Uiteindelijk klok je nog knap naar een nacompetitieplaats. Want het hele seizoen was het vechten op voor de winststop, om zo te zeggen. Dan bereik je gelukkig nog een nacompetitie. Speel je een hele goede wedstrijd tegen Turkse Kracht. Vorige week ook had je al een hele goede tegenstander tegen je en dan nu net niet. Dan is het toch ook wel een beetje zuur, denk ik, dat je het nu net niet had, terwijl je zo dichtbij bij handbehuiving bent. Ja, klopt. Maar goed, kijk, het draait uiteindelijk altijd om de laatste wedstrijd. En daar moet je datgene brengen wat je moet brengen. En dat hebben we niet gedaan. Alhoewel, ja goed. Je komt 1-0 voor, weet je. Je komt in een uitstekende uitgangspositie. En dan doe je jezelf zo tekort door. En ik zei direct tegen Paul Roskam, die voor mij waarnam. Zorg dat ze denken aan het moment. Want je ziet vaak na een goal dat we even opportun zijn. Dat je gewoon even in de wolken zit. Terwijl het 16e minuut was en dat je de wedstrijd nog lang is. Dus, en je ziet binnen een minuut ligt hij erin. Heeft het met elkaar te maken? Ja, zeg het maar. Maar in ieder geval wat we hadden besproken, dat die 2 doorkwam. En dat we die in de zone op moesten vangen, deden we niet. Waardoor hij uiteindelijk door kon komen, de voorzet kon geven. En uiteindelijk die spits hem er goed intrapt. Ja, want nu degradeer je na een zwaar seizoen in de tweede klasse. Volgend seizoen weer derde klasse. Maar toch heb ik wel het gevoel dat Overwetering een ploeg heeft. Ja, die eigenlijk wel in de tweede klasse thuis kan horen. Ondanks dat de brede bezetting niet altijd even jo is. En daarom volgend seizoen met de bos vooruit weer kan strijden bovenin. Heb jij dat gevoel ook? Of zeg van er moeten genoeg dingen gebeuren de komende weken, zeker begin volgend seizoen, om bovenin mee te strijden voor direct je promotie? Nou, laten we daar niet te snel op die zaken vooruit lopen. Ik ga er eens even rustig over nadenken. Samen met de ploeg over hebben. Van, goh, hoe gaan we dat invullen? Maar goed, kijk, als je degradeert uit de tweede klasse, dan mag je best wel met elkaar zeggen van, goh, dat de doelstelling bij de eerste 4 eindigen, dat wel mogelijk moet zijn, waarbij je een periode gaat halen. Wat ook klopt is dat je een jonge ploeg in zoverre jonge jongens weer krijgt. Ja, en die moeten de kans krijgen en die moeten de tijd en de ruimte krijgen. Ja, en daarnaast moeten we ook anders gaan voetballen. Want we gaan niet zo spelen als dat we nu in de tweede klasse hebben gespeeld. Want ik vind dat op dat niveau van derde klasse dat je wel iets, ja, fysiek, maar juist ook iets meer mag brengen aan de bal. En dat je iets meer mag domineren. En dat is natuurlijk wat we in de tweede klasse niet altijd hebben kunnen doen. Maar goed, dat is voor na de zomer. Helaas geen hoogtepunten die zin qua live behoud. Laatste speeldag van dit seizoen. Wel een lekkere zomervakantie, want daar is iedereen maar toe. Ja, na de zomer gewoon weer vooruit. Want het is zoals het is, daar kun je niks meer aan veranderen.